erfgoed. Waar ook dingen aan vastzitten, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis met Indië. Je kunt afmeten wat voor soort maatschappij we eigenlijk zijn. Aan de vraag of je goed omgaat met je erfgoed of niet. Ik zou het fijn vinden om de bezoekers het verhaal mee te geven dat de Tempel Dulu, zeg maar het oude Indië, de Pasamalams en alle fijne, leuke herinneringen of associaties met het oude Indië, dat er een andere kant is die nog steeds doorwerkt. Enerzijds duidelijk is dat de familie Hasselman natuurlijk een familie is die in Nederlands-Indië zitting had in het koloniale bewind, regentschappen vervulde, residenties leidde, een is zelfs minister van koloniën geworden. Ga zo maar door. Maar dat aan de andere kant juist duidelijk wordt dat er ook wat kritiek op dat hele dezelfde systeem kwam vanuit die familie. En ik denk dat het belangrijk is dat ik als historicus juist die informatie presenteer aan de toehoorders en dat de toehoorders daar zelf die informatie kunnen toevoegen aan hun perspectief. Iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden, wel degelijk iets is wat ook in de toekomst zelfs belangrijk kan zijn. Ik zie mezelf als een soort rentmeester. Wij hebben het ongelooflijke genot dat we er gebruik van kunnen maken, dat we erin kunnen leven, dat we onze kinderen hier hebben kunnen opvoeden enzovoort. Je moet het ook weer los kunnen laten en doorgeven en klaarmaken voor de volgende generatie.